Hoi Ram, welkom bij je legging voor maart 2022. En ik hoop dat het niet te donker is. Het is een beetje een donkere dag vandaag, dus ik hoop dat je alles goed kunt zien. Oh, en dan helpt me natuurlijk als ik mijn licht aan doe. Oké. Hoi, welkom. Nu kun je het tenminste wel zien. Sorry hoor. Oké, here we go. Ik begin zoals altijd met een orakelkaart. En voor jou is dat voor deze maand Tiger's Eye. Overcome your fears. Oftewel, overkom je angsten. Of werk aan de dingen waar je bang voor bent. En vooral laat je natuurlijk niet tegenhouden voor hetgene waar je misschien tegenop ziet. Want je moet natuurlijk van je dromen geen obstakels maken. Je moet er juist voor gaan. Maar ik ben heel benieuwd wat er volgt. Voor een Keltisch kruis. 9 van staven als het hart van je legging. Gekruist door de wereld. Alright. Mooie uitkomst, de Hierofant. Oké. Voor het hart van je legging, de 9 van staven. Dit is de gewonde strijder. Dit is iemand die strijd heeft geleverd, die veel heeft meegemaakt en die toch nog steeds die vlam draagt. En nu ben je natuurlijk van het element vuur, dus dat kan inderdaad heel goed bij je kloppen. De uitdaging is de wereld. En de wereld is een kaart van iets afsluiten. In je focus, 4 van zwaarden. En dit gaat over wat je nu op dit moment, waar je echt op concentreert. En dat is op genezing, in jouw geval. In het verleden, de dwaas, ook een kaart voor de ram. Dat is een nieuw avontuur, of een nieuw begin. Het oude achter je laten en het nieuwe aangrijpen. En in je kracht, keuzes. Dus ja, misschien moet je kiezen tussen het een en het andere. Misschien moet je kiezen voor die afsluiting. Of blijf je nog steeds die 9 staven met je meenemen. Ik denk het niet, want je hebt hier namelijk zometeen in je hoop en angst de 10 van staven. Dus ik denk dat je het gaat loslaten. Maar dan moeten we zo even kijken. De koning van zwaarden. In je nabije toekomst. Dus helderheid. Weten wat je wilt. Weten wat je gaat doen. Dit is gewoon duidelijkheid. Dan heb je in je eigen energie de 7 van staven. En dit is een soort, je zou kunnen zeggen verdediging. Maar het is ook, hey, ik heb mijn keuze gemaakt. Ik kan mijn eigen keuze maken, laat me met rust en probeer me ook niet op andere gedachten te brengen. Dit is een kaart van standvastigheid. En dan heb je in de kaart van energie om je heen, of van mensen om je heen, de ridder van zwaarden. Actie en communicatie. Waar dat over gaat, zien we zo meteen. En net wat ik zei, in je hoop en angst zie ik hier de 10 van staven. En dan kan het zijn dat het je hoop is om het achter je te laten. Maar het kan ook zijn dat je bang bent om iets juist achter je te laten. Want in die bagage die zij bij zich heeft, er zit natuurlijk een hele hoop last in. Maar er zitten ook een hele hoop goede dingen in. En ik denk dat je wel weet wat je daarmee moet doen. Want je hebt namelijk als uitgangspunt de Hierofant. En de Hierofant is een kaart van een leerweg inslaan. Dus tot nu toe ben ik heel positief. Laten we kijken naar die 9 van staven in het hart van je legging. De toren, de 4 van staven en de dwaas. De toren is een ontwakingsmoment. Dat is wanneer jij beseft wat er gebeurt, wat er aan de hand is, dat je denkt, oh shit, here we go, dat moment. En alhoewel dit een zware kaart kan zijn, zie ik die wel in combinatie met de 4 van staven en de dwaas.
Dus wat ik denk is dat je een hele roerige tijd achter je laat. Er kan ook iets heel abrupt gebeurd zijn wat je nooit had zien aankomen. Dus het kan zijn dat het heeft zitten modderen en toen uiteindelijk dat je het inzag. Of je hebt het niet eens aan zien komen en boem, huppakee, weg. En tijd om door te gaan. Maar wat ik wel zie, is dat het gaat in combinatie met een bepaalde standvastigheid en stabiliteit. Weten wat je hebt, weten wat je hebt opgebouwd, waar je voor gewerkt hebt. En de wil om het nieuwe avontuur aan te gaan. Dus ook al is het misschien een heel abrupt einde en een einde met volop kabaal of iets, hè, een gebeurtenis die heel veel teweeg heeft gebracht, ondanks dat is het niet onwillig. Misschien heb je erop zitten wachten en dat je nu het groene licht krijgt om te zeggen: oké, klaar. Nu is het goed. En als het over die wereld gaat, dan ben ik heel erg benieuwd wat de wereld jou te brengen heeft. Die uitdaging. 9 van bekers, 8 van staven, 5 van pentagrammen. Ik snap dat het moeilijk is dat wanneer je denkt dat je op het punt staat om iets achter je te laten of iets te verliezen, of als er een overweldigende gebeurtenis plaatsvindt, misschien in je leven, dat je het moeilijk vindt om jezelf nog sterk te voelen. Dat het heel moeilijk is. Alleen vergeet niet wat je hebt, want ik zie hier namelijk dat je de 9 van bekers hebt. Dus je hebt alles voor elkaar. En laat je niet tegenhouden door het gevoel van: oh jee, maar nu. Want wanneer iets weggaat uit je leven, of er gebeurt iets abrupts, of er gebeurt iets wat je misschien niet wilde of niet zag aankomen, want kijk, het kan alle kanten op gaan. Dit is een algemene legging. Toch komt er actie en is er communicatie. En misschien wel van buitenaf, want hier heb jij namelijk die Ridder van Zwaarden. Je doet het ook niet alleen. Ik denk dat je echt wel op mensen kunt rekenen. En je zou dan zelf weten wie dat zijn, maar je kunt voornamelijk op jezelf rekenen. En ook al is het misschien, kijk, iets nieuws. Ik heb daar zelf ook heel veel moeite mee. Iets nieuws is nooit fijn. Niet weten waar je naartoe gaat, niet weten waar je aan toe bent. Maar we krijgen het op ons pad omdat wij alleen op die manier kunnen ontwikkelen en genezen. En je hebt hier de 4 van zwaarden. Luister naar je intuïtie. En neem je ervaringen mee. Je weet hoe dit moet. Je hebt het eerder gedaan. Je intuïtie is on point. Je hebt namelijk de hoogpriesteres. En de hoogpriesteres in combinatie met de 4 van zwaarden. Dan zeg ik: luister naar je intuïtie. Luister naar je eigen lichaam. Luister naar wat jouw binnenste je aangeeft. Gewoon puur wat vanuit jouw binnenste komt. Vanuit je hart, vanuit je hoofd en vanuit je gut feeling. Laten we het zo zeggen. En je weet het, want je hebt namelijk een kaart van herinnering en een kaart van ervaring. Je hebt de 8 van pentagrammen en de 6 van bekers. Dus hetgene wat je meeneemt, zal je helpen. Ook met die genezing in combinatie zal je helpen op een nieuwe weg. Wat het nieuwe avontuur ook is, wat die nieuwe weg ook is, wat er ook opnieuw op je pad komt, dat maakt niet uit, maar het helpt je. Dus vertrouw op je intuïtie en vertrouw op je ervaring, vertrouw op je kennis, op je eigen kunnen. En er zal niks zijn wat je tegenhoudt. Het enige wat je kan tegenhouden is die angst. En ik denk dat daarom deze kaart heel belangrijk is. Overcome your fear. Laat je niet tegenhouden.
Dan gaan we naar de zeven van bekers. Dat keuzemoment in je kracht. zeven van bekers. Oké. De zeven van bekers is verklaard door de zeven van bekers, door de aas van pentagrammen en de vier van bekers. Je hebt een keuze. Of je weet het echt nog niet en je moet door de wolken heen naar de bekers kijken. Of het is hartstikke duidelijk en je weet precies wat je wilt. Eén van de twee. Wat die keuze met zich meebrengt is hoe dan ook een nieuw begin. De aas van pentagrammen is een nieuw begin. En het is geen nieuw begin als in alles tegelijk en alles gebeurt en alles valt ineens op zijn plaats. Nee, dit is een rustig nieuw begin wat zijn tijd nodig heeft. De pentagrammen zijn een langzaam element, maar het vormt wel een solide basis waarop jij verder kunt bouwen voor de toekomst. En misschien dat je liever hebt dat het snel gaat. Je hebt namelijk de vier van bekers en ook al wordt je iets aangeboden, er is geen volle 100% tevredenheid. Ik heb het gevoel dat je liever hebt dat het snel gaat. Dat begrijp ik, want jij bent van het element vuur. Jij wilt graag snel. Als een ram ergens voor gaat, dan zie je eerst de horens en dan denk je, oh wacht even, dat is ram, die is bezig. Ook met boogschutters en leeuwen maak je geen zorgen, je bent niet de enige. En zelfs stieren doen het ook wel eens. En die zijn toch echt traag. Maar ik denk dat je te vlug wil. Maar welke keuze je ook maakt, er komt een nieuw begin. Alleen het nieuwe begin gaat jou heel veel brengen, maar wel op een rustig tempo. Dus overhaast niks. En ook al duurt het wat langer dan je in gedachten hebt, pak niet uit angst terug naar het oude. Blijf bij het nieuwe. Blijf bij dat nieuwe avontuur. Blijf genezen. Blijf aan jezelf werken. Volg je intuïtie. Ook al gaat het wat langzamer. Ook al heb je tijd nodig. Tijd nodig. Deze valt eruit. Dat was de gematigdheid trouwens. Ook al heb je tijd nodig, neem die tijd. En vertrouw erop dat het universum altijd achter je staat. Voor de koning van zwaarden. Zie je nou, alles komt goed. De koningin van pentagrammen. Weer pentagrammen. Het zal rustig gaan. Maar het brengt je wel geluk. En het zal je heel veel duidelijkheid geven. Deze man is aan het observeren. Hij heeft de wereld in zijn handen. Hij kan alles kiezen wat hij wil. Maar hij denkt er wel over na. Helderheid. Weer die helderheid samen met die koning van zwaarden. Observeren is gewoon, als je observeert en je leert en je weet, dan is het duidelijk. Dan heb je helderheid. Dit is ook een kaart van helderheid. En deze dame weet wat ze heeft. En ze neemt haar tijd. Maar de zon is ook een kaart van geluk. En van de wereld opnieuw ontdekken. Op een nieuwe manier ontdekken met de ogen van een kind. En dan ga ik niet dat trucje tevoorschijn halen van doe alsof je nog nooit sneeuw hebt gezien. Dat is onzin. Maar je gaat dingen op een nieuwe manier ervaren. Dus waar je altijd hebt gedacht sneeuw, brr, koud. Zou je nu eens kunnen denken, oh, is wel chill hè. Ja, we kunnen nog sneeuw krijgen, hè? Ik bedoel, vlak maakt niet uit. Maar dat je dingen op een nieuwe manier leert ervaren. Misschien heb je altijd gedacht, oh lasagne, ja prima, lasagne, oké, ik maak het wel even. Maar stel, jij volgt de recept van Hugo Kennis, ik noem maar even iets. En die gooit daar een pepertje in en een jalapenootje in en een beetje mosterd. En dan denk je, shit, had ik veel eerder moeten doen, joh. Nou, zoiets. Je leert iets op een nieuwe manier. Je leert het op een nieuwe manier te zien, te ervaren en je werkt er op een nieuwe manier aan. Zoals ik al zeg, misschien doe je normaal gesproken altijd alles vlot, 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 vlot. En dat je nu denkt, nee wacht even chill. Even een andere manier van werken, andere manier van aanpak. Zeven van staven. Page van bekers, de duivel en de keizerin. Alright. Zoals ik zei, je hebt een bepaalde vastbeslotenheid.
En je hebt geen zin om je weer terug te laten duwen in je oude patronen, oude gewoontes. De weg volgen die al is uitgestippeld. Want dat is veiliger. En je wilt die nieuwe weg inslaan. En je wilt het doen op je gevoel. Hier heb je de hoogpriesteres, hier heb je de page van bekers. De page van bekers onderneemt iets nieuws op gevoel. De keizerin is ook iemand die dingen doet op gevoel. Zij is het vrouwelijke. En je hebt de keizer, die doet alles met zijn hoofd. Zij doet alles met haar intuïtie. En als het in haar opkomt, dan doet ze het. Want ze kan het namelijk, ze is de keizerin. De keizerin kan heus wel een kansje wagen. Maar laat je niet tegenhouden. Wat ik al zeg, laat je niet tegenhouden. Blijf bij die vastbeslotenheid. De duivel kan een aantal dingen betekenen. Het kan zijn dat je misschien niet durft los te laten. Dat je geobsedeerd met iets bezig bent. Misschien wel met wat nu als het mislukt. Maar wat als zijn twee levensgevaarlijke woorden wanneer je aan iets nieuws wilt gaan beginnen. Dus laat je echt niet tegenhouden door irrationele angsten. Of door, ja, maar als ik nou, en als het nou niet lukt, en als het nou dit, en als het nou dat. Chill. Volg je intuïtie. Zoals ik al zei, intuïtie en ervaring en kennis, die gaan jou helpen. Zij is ook een vrouw van ervaring en kennis. Zij weet waar ze het over heeft. Daarom, wat ik al zei, kan ze ook een gokje nemen. Dus blijf bij die overtuiging. Voor de energie die vanuit jouw omgeving komt. Of die vanuit de mensen in je omgeving komt. Koning van Staven. De Vijf van Zwaarden. En de Page van Zwaarden. Oké. Ja, ik kom weer bij hetzelfde uit. Laat die angst je niet tegenhouden. Kijk, dit is een kaart van of je wint of je verliest. Of het is dag of het is nacht. Of het is eb of het is vloed. Alleen vergeet niet dat daar nog een hele hoop tussenin zit. Tussen de dag en de nacht heb je nog een schemer. Je hebt de zonsopkomst. Je hebt zoveel tussen dag en nacht. Wat wij niet eens zien. Want meestal zitten we dan aan het avondeten. Maar er zit een hele hoop tussen. Ik bedoel, de tijd tussen eb en vloed is fantastisch, want dan kun je naar de Wadden wandelen. Ja, dat kan alleen maar op die tijd van de dag, tussen eb en vloed in. Anders heb je namelijk niet genoeg tijd om van het ene stuk naar het andere te lopen. Dus vergeet niet dat er een hele hoop tussen winst en verlies zit. En zoals ze al zeggen, meedoen is belangrijker dan winnen. Je hebt die page van zwaarden. Wat je ook doet, het zal je een nieuwe leerweg brengen. De page is iemand die leert. Je kunt bijvoorbeeld dingen leren door boeken te lezen, maar ook door gesprekken te voeren, door dingen te doen, door eens te observeren en af te kijken. Maar ik denk dat omdat jij hier de Koning van Staven hebt, dat je actie gaat ondernemen. Ondanks het risico. Je hebt hier ook die ridder van zwaarden. En omdat dit een energie is die vanuit jouw omgeving komt, heb je dus twee dingen. Je hebt of mensen die zeggen, pas nou op. Hè? Iedereen heeft zo'n tante Beb. Pas nou op. Of je hebt mensen die zeggen, ja en wat dan nog, probeer het gewoon. Wie niet waagt, wie niet wint. Dus je hebt twee kanten die vanuit je omgeving komen. Twee kanten. Twee adviezen. En beide zijn waarschijnlijk goed bedoeld. Maar je moet toch je eigen keuzes maken. Voor je hoop en je angst. 10 van Staven. Ridder van Staven. Weer de 7 van Staven. En de Koning van Zwaarden ook weer. Koning van Zwaarden had je hier ook. Dit is weer die actie. Ik denk, wat er ook gebeurt, of wat er ook gebeurd is, of hoe heftig deze verandering die we hier hebben, hoe heftig die ook was, en hoe rustig dit nieuwe begin ook komt,
Ik denk dat je het hoe dan ook gaat doen. Want ik zie namelijk ridders, ik zie pages, ik zie koningen, ik zie... De zeven van staven heb je twee keer, de koning van zwaarden heb je twee keer. Je hebt helderheid en je weet wat je wilt. Of je gaat deze maand die helderheid krijgen. Wat het ook is, ik denk dat jij hier staat en dat niemand je daar wegkrijgt. Dat niemand zomaar zegt, hey Ram, pff, ga eens even chill, ga daar eens even naartoe. Hup. Nee, ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Ik denk dat je voor de actie gaat. Ik denk dat je, wanneer jij die helderheid hebt, dan ga je voor wat je wil. En je hoop is dat het lukt. En dat de dingen gaan zoals je wil. Je angst is, wat nu als ik alles achter me laat? En wat nu als ik dit loslaat en dat loslaat en dat loslaat? En het gebeurt maar niet. Ik bedoel, stel dat je een andere baan wilt. Omdat je een nieuwe uitdaging zoekt misschien. Of omdat je meer financiële zekerheid wilt. Wat het dan ook is. Dan zul je toch die oude baan achter je moeten laten om aan de nieuwe te beginnen. Ook al heb je bij die nieuwe baan misschien niet meteen een vast contract. Want je krijgt eerst 3 maanden proeftijd, dan krijg je een verlenging, dan krijg je nog een verlenging. En uiteindelijk wordt jou een vast contract aangeboden. Maar wees niet bang, ook al gaat het langzaam, dat het niet lukt. Want soms hebben dingen gewoon tijd nodig. En alles gebeurt met de timing van het universum. Alles. En dan hebben we voor de mogelijke uitkomst de Hierofant. Dat is de Hierofant, de kaart van leren en anderen iets leren. Het is de kaart van stappen zetten, van de trap naar het hogere volgen. En die Hierofant heeft... Kijk, er zitten 1, 2, 3 levels op het kruis wat hij bij zich draagt. En die 3 levels, die beklim je niet zomaar. Kijk, dit is een hele trap. Maar uiteindelijk kom je uit in, ja, je kunt zeggen de hemel, het nirvana. Je kunt ook zeggen het hogere. Je kunt uitkomen bij het deel van jouzelf wat met het universum, met het leven zelf verbonden is. Dus je kunt overal uitkomen. Maar het vraagt je om open te staan. En wat ik hier zie is dat je bereid bent om een gedeelte af te sluiten. Alleen dat weer die angst in de weg zit. Toch, ondanks alles. Ik bedoel, je hebt de 8 van zwaarden. De 8 van zwaarden is een kaart van irreële angsten. Want ja, ze staat vastgebonden. Ze is geblinddoekt, inderdaad. Er staan zwaarden onderheen. Maar ze hoeft maar een paar kleine stappen te ondernemen. Ze hoeft zich maar te bevrijden. Dan kan ze de blinddoek afdoen en zich vrij om te gaan en staan waar ze wil. En dan kan ze ook naar dit kasteel hierachter en haar plek daar vinden. Alleen dat weet ze niet, omdat het ongewisse haar tegenhoudt. Dus wat ik je wil zeggen is, ook al weet je niet wat er gaat komen, laat je niet tegenhouden. Sluit het oude hoofdstuk gewoon af. En of dit nou gaat over werk of over een relatie. Of dat het gaat over een vriendschap of over... Ja, dat vermoed ik niet, want je hebt namelijk de 3 van bekers. Maar misschien dat het een tijdje niet zo goed ging met je gezondheid. Of misschien heb je een akkefietje met mensen gehad. Laat dat los zoals je van plan bent. En onderneem die stap. Laat je niet tegenhouden door die angsten. En je hebt steun. En de 3 van bekers is een kaart van steun, maar ook een kaart van overwinning en een kaart van samenwerking. En of dit nu samenwerking is met jezelf, met mensen in je omgeving, met je collega's of misschien gewoon je spirit guides. Dat maakt niet uit, maar er is support voor je. Die support is er zelfs al weet je het niet. Zelfs al heb je die blinddoek op en je weet het niet, dan is die support er nog steeds. En wat deze kaarten me zeggen is, wat ik hier ook terug blijf krijgen, dit blijft terugkomen in jouw gehele legging, laat je niet tegenhouden door je angsten. Overkom jouw angsten en word daar een sterker persoon door. En een beter persoon door. Kijk, je kunt alleen maar de kwaliteit van je leven verbeteren wanneer je ervaart hoe het is wanneer het minder is.
En wanneer je ervoor werkt. En wanneer je bereid bent los te laten. Want als ik deze kaarten nu zo vasthoud en vasthoud en vasthoud. En iemand reikt mijn nieuwe kaarten aan. Dan kan ik ze niet aanpakken. Maar wanneer ik zeg, oké, prima, geef maar. Dan kan ik ze wel aannemen. Dus wees niet bang om los te laten, om nieuwe mogelijkheden aan te grijpen. Laat die duivel geen controle over je hebben. Laat die 8 van zwaarden geen controle over je hebben. Laat die 5 van pentagrammen geen controle over je hebben. Jij bepaalt hoe je leven eruit ziet. Jij hebt die controle daarover. Ja, daarom krijg je ook deze kaarten. De koning van staven zal zich nooit iets aantrekken van wat een ander zegt. En als je daartegen zegt van, hey, waarom doe je dit? Dan zal die je vragen, hey, heb ik jouw toestemming nodig? Tuurlijk niet, doe ik gewoon. Je hebt de aas van staven. En dit zijn allebei van jouw element, van het element vuur. En dan toch komen we weer bij dat element van die aas van pentagrammen. Je hebt de 7 van pentagrammen. Dit is iemand die het gewoon doet. Die luistert naar zijn intuïtie, luistert naar zijn gut feeling. En de idee komt in hem op en hij doet het. Het idee komt ook in je op. Want je hebt de aas van staven. Dus het idee is er, de vonk is er, de creativiteit is er, het is er. En de groei is er ook. Alleen wat ik al zei, die groei zal niet zo snel gaan als dat jij het misschien wilt. Maar het is er wel. En ook al zie je het hier niet direct, zie je maar een heel klein mini plantje. Er is heel veel gaande achter de schermen wat jij niet weet. Wat je nu misschien op dit moment nog niet ziet. Maar dat gaat tot uiting komen. Dat moet tot uiting komen, want het kan nergens anders naartoe. Ik ga voor je afsluiten met een Elkie orakelkaart. Ik weet dat het allemaal vrouwen zijn die hierop staan, maar... Heren, dit geldt ook voor jullie, want jullie zijn ook sterk en intuïtief. Dus voel je niet beledigd dat er een kaart van dat er alleen maar kaarten van vrouwen in zitten. Even goed voor jullie. En ik heb She Who Listens. Zij die luistert. Hanna, begrijpen, overzien of getuigen en compassie. Weet je waar ik denk dat je naar moet luisteren, Ram? Naar je intuïtie. Naar die hoogpriesteres, naar die dame. Zij die luistert. Luister naar je intuïtie, luister naar je eigen gut feeling. Laat je niet tegenhouden door dat duiveltje in je oor die pss, 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 doe nou maar niet. Ik zou zeggen, doe nou maar wel. Misschien ga ik zo je titel ook wel, weet je wel, van je video. Doe nou maar gewoon wel. Doe maar wel. Dit is het voor nu. Ik hoop dat je een mooie maand maart hebt. Laat me weten of dit overeenkomt. En ik bedank je voor het kijken en tot volgende keer. Doei!